Derberg qui est Vanaretti. Zetterberg encore pour Wallem. C'est joli ça, le 1-2 pour Zetterberg. Le 1-2 encore, c'est super avec le premier but, oui! C'est magnifique ce que viennent de réussir les joueurs du Sporting d'Anderlecht. Pour Wallem, Anderlecht joue vite, mais jusqu'aux abords du grand rectangle. Après, attention, quoique! Eh bien voilà, Johnny Bosman vient de me démentir. Anderlecht jouait très bien par petite passe, mais aux abords du grand rectangle, il y avait quelques difficultés. C'est De Grijs, alors qu'il reste 7 minutes à jouer, qui a donné ce coup de poing, la reprise et le but. Un but de Johnny Bosman. Il trouve Nilis. Nilis, crochet de Nilis, c'est joli. Il passe pas de Ken, mais ce qu'il avait fait pour se présenter, se remettre face au but, c'était beau. C'est peut-être pas perdu maintenant, il y a De Grijs. Oh oui! Oh oui, c'est joli, avec le jusqu'au boutisme de Johnny Bosman qui, juste avant la mi-temps, inscrit le deuxième but d'Anderlecht. Ze durven alles niet bij Anderlecht natuurlijk. De Grijze, trappen, paal. En dan Bosman, hè, uiteindelijk Nilis. 0-3. Tot bij Wallem. En die moet nu de bal bijhouden, zeker. Nee, De Grijze, kan hij het afmaken? Ja, die maakt het af. 2-4. Leuke wedstrijd. 6 doelpunten. Fondeur vers Nilis, avec Quint qui va l'accompagner pendant toute la soirée. Le centre de Nilis, la tête de De Grijs. Et voilà Marc De Grijs qui marque de la tête. Nilis doit passer cette goé. Du gauche, il refuse la tête du but. De Bertrand Cassin. Wel eens graag schotten zeggen. Voilà.
Het is 1-2 en Anderlecht heeft nog 19 minuten. Bosman. Maar wie moet er nu koppen? Wallem binnen. 2-2. 3 minuten nadat wat de Duitsers de Anschlusstreffer noemen, de gelijkmaker. En u hoort het nu plots weer volop ambiance. Is het kwijt? Zet voor. Nielis, en dan gaat erin, Luc Nielis. Oh, een wederopstanding van Luc Nielis. En van een kijk wat een vreugde. De overwinning tegen Beveren blijkt een loutering. Ook voor doelman Philippe de Wilde. Hij houdt de nul in de topper tegen Club Brugge, waardoor Anderlecht het klassement blijft aanvoeren. Heikelkamp, lange bal op Amokachi. En die neemt die bal goed mee met links. En dan de save van Philippe de Wilde. Van der Elst. Hij gaat trappen, ja. Op Amokachi dan maar. En dan Verheijen moet scoren tegen zijn oude ploeg. Nee! De vuist van Philippe de Thank you.
va être centré, peut-être vers Préco, en effet. De la tête de Grèze et là, Rosier est sorti. Oh là 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 là. Sortie peut-être un peu prématurée de Rosé. Préco a bien sauté. Et de Grèze, alors que le gardien est sorti peut-être trop tôt ou trop tard, c'est selon. Et avec un grand M, M pour Mauve, bien sûr. Si Anderlecht gagne, Anderlecht sera champion de Belgique pour la 23e fois de son histoire. Wallem, of kan Millis nog wat doen? In de slotfase, doelpunt! 1-0 blijft het niet bij de rust, maar wel 1-1. Foutje daar in die tot nog toe goede verdediging van A-agenten. Millis, plots de vrije ruimte, kan rustig controleren en voorbij Petri trappen. En zo wordt het toch nog 1-1 in de blessuretijd van de eerste helft. Nou ja, is terug op pijn aan het komen. Marek Emmers, wie is er mee? Preken achter de rug. Hij had zelf trappen binnen! Ja! Marek Emmers, ongelofelijke goal. Het doelpunt van de titel. Marek Emmers zo lang weg geweest, maar plots die mooie actie. En dit zou de titel kunnen betekenen voor Anderlecht. Knappe minuut, die uitbraak van Anderlecht. En dan Emmers die alleen doorgaat. En in plaats van te geven aan Nilis op de Grijze, trapt hij zelf met rechts voorbij Petri. 1-2 na 17 minuten spelen in de tweede helft. Meijer. En hij fluit al af, de scheidsrechter. 2 minuten voor het einde van de wedstrijd. We krijgen dus een bestorming. Anderlecht kampioen voor de 23ste keer in de geschiedenis. En ik moet zeggen, verdiend. Zij het wat moeizamer dan vorig seizoen natuurlijk, toen ze op enkele speeldagen van het einde al kampioen waren met 13 punten voorsprong op Standaard. Grèze avec Kofi Béa, il glisse à Agdoron qui a passé ses limes, Agdoron tire, beau réflexe du gardien, reprise de Bosman et but. Reprise de Johnny Bosman, ah, il en avait eu quelques-unes d'occasion. Wallem, pied gauche, non, bonne passe, Nilis, but. Évidemment. Il kan de laatste geweest zijn. Er is nog niks beslist. Het zal in de loop van deze week of volgende week, denk ik. Ik hoop alleszins voor de Mondial. Maar de kans is klein dat ik nog hier speel. Bekerwedstrijd, finale ga je nog spelen. Oh ja, die... Als ik het dan zeg, is het zuur. Het blijft. Ja, dat heb ik niet gezegd. Maar ik ga erbij voegen. Ze gaan naar de motorsport of gewoon de Mieke buigen.